In deze tutorial gaan wij even dieper ingaan op het beheer van personen in Swivo. Als je naar de administratiemodule gaat, dan zie je in de drop-down dat je hier personen kan beheren. En dan zie je hier in Swivo alle personen opgelijst die in jullie systeem kenbaar zijn. Om een nieuwe persoon toe te voegen, kan je eenvoudig op het plustekentje klikken. En we gaan een voornaam ingeven. Een achternaam, dit zijn de twee verplichte velden. Voilà. En we klikken op opslaan. Na het opslaan verschijnen een aantal tabs waarbij je als gebruiker extra informatie kan meegeven aan de persoon. Namelijk, je kan zijn telefoonnummer optioneel toevoegen. Begin steeds met het landzone, plus 32 bijvoorbeeld, en dan daarna volgend het telefoonnummer. Je kan optioneel een e-mailadres meegeven en een eigen referentie kan gebruikt worden als je gaat integreren via API-systemen. Onder administratieve informatie kan je meegeven wat eventueel de thuislocatie is van de persoon. Hiervoor dient wel eerst de locatie gekend te zijn in Swivo. Je kan meegeven wanneer dat de startdatum is van de desbetreffende persoon. En indien de persoon uit dienst gaat, kan je hier een stopdatum meegeven. Onder identificatie kan je één of meerdere identificatiemiddelen gaan toewijzen aan een persoon. Een identificatiemiddel kan bijvoorbeeld een i-button of een, ook anders gekend als een Dallas key zijn. Dit kan een RFID-kaart zijn, een country badge, een bestuurderskaart, een QR-code of een personal tracker. Indien een persoon check-in plichtig is, kan je hier ook het rechtsregister meegeven indien het een Belgische persoon betreft. Onder het BTW-nummer kunnen we eventueel het BTW-nummer invoeren waaronder de persoon staat ingeschreven. Indien dit blanco blijft, dan gaan we steeds het hoofd-BTW-nummer meegeven dat gekend is in de Check-in at Work Swivo-module. Indien het een buitenlandse werknemer betreft, die via jullie ook gaat registreren, kan je hier een Limosa-nummer meegeven en dat kan één of meerdere nummers zijn volgens de één of meerdere werven die gekend zijn in Swivo. Indien de persoon ook aan tijdsregistratie gaat doen, kan je hier onder tijdsregistratie meerdere kenmerken gaan meegeven. Namelijk, is hij steeds passagier of hij kan nooit of bestuurder of passagier zijn. Eventueel, als er gebruik wordt gemaakt van timesheets, kan je aangeven wie dat de teamleider is en aangeven onder welk tijdsregistratieprofiel die desbetreffende persoon valt. Daarnaast kan je nog meegeven wie dat de verantwoordelijke contactpersoon is van de werknemer die aangemaakt is. Dit kan een gekende persoon zijn, dus je kunt hier gewoon de contactgegevens ingeven, of je kan iemand selecteren uit de personen die al gekend zijn in Swivo. Daarnaast, om het een beetje te verdelen, kan je een persoon ook onder gaan verdelen in één of meerdere persoonsgroepen. Persoonsgroepen dienen ook automatisch aangemaakt te worden, dus we kunnen hier gaan zeggen dat John Doe gekend is voor afdeling A en dat hij ook een Swivo-medewerker is. We zeggen opslaan. En finaal kunnen we eventueel nog attributen gaan toewijzen. Een attribuut is een kenmerk van een persoon. Namelijk, in dit geval kunnen we gaan meegeven welk type rijbewijs heeft die persoon. Heeft die een bepaald VCA-certificaat enzovoort. En optioneel kan je eventueel ook nog gaan meegeven een icoontje. Dat kan dan bijvoorbeeld een desbetreffende pasfoto zijn. Zo, in deze korte video is toegelicht hoe je personen kan beheren in Swivo.